Yo mensen, ook terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag zijn we met een nieuwe Super Mario Odyssey. Mensen, let's go. We zijn nu bij mijn eigenlijk wel favoriete rijk. Dus ik heb hier echt lekker zin in. Om hier lekker het hele rijk lekker te gaan exploren. Lekker. Het is gewoon lekker. Ja, ho maar. Wat we ook even moeten doen, we moeten even 1000 muntjes halen. Maar dat gaan we echt makkelijk redden. En ik zie hier al direct een... Vullen we trouwens wel af, hè? Want dit is nu... IJs. Die paars dingen zijn lokale munten. Die kun je alleen in het rijk uitgeven. Dankjewel, Cappy. Hier zit niks? Ja, slecht. Ik moet even weer die controls onder controle krijgen. Ja, leuk. Er zit nog meer bosjes waar ik ook nog de een kan sprinten. Nou ja, daar krijg je 1 muntje van. Nou, leuk. Oké. Wat heb jij allemaal te melden, meneertje? Zo koud ineens. Alles is bevroren. Lijkt Nederland wel. Hey, kom hier, stinkbeest. Kom hier. Weer een muntje voor jou gekregen. Kom op, taxi. Ik wacht al een eeuwigheid. We pakken het stadje, de checkpoint dan in ieder geval. Ja. Gadverdamme. Wauw, hoe pak ik die muntjes nooit? Hier is ook nog wat. Niemand wil nu nog schaafijs. Ik bevries je tot op het bot. Juist. Ja, oké. Boeit me echt helemaal niks. Heb jij te vermelden? Oh nee. Ik krijg nog geld van hem. Ja, inderdaad. Nou, ik ga het nu in ieder geval geen kant meer op. Domme stinkvogel, hou je smoel, man. Moet je niet ook op? Nee, dat kan niet. Ja, je stuit het er gewoon alleen niet op. Tja, pak eens even lekker die dingetjes, joh, heerlijk. Oké, gaan we even hier... Nee, trouwens, ik moet hier nog helemaal niet heen. We moeten toch... Oké. Ik heb eigenlijk echt geen idee waar we heen moeten nu. Welkom bij onze winkel. Ja, ik kan hier nu nog helemaal niks, maar... ik kan hier wel even kijken, maar... Oké, en wat nu? Gebruik deze kast... Om je om te kleden wanneer je wilt. Nou, eerst heb je deze gele doet. Hey, hallo, welkom. Je weet al dat er in dit... Dat er 2 soorten munten zijn. Gewone munten en lokale munten. Nee, dat wist ik niet. Oké, ik wist wel. Gewone munten accepteert men overal. Maar deze lokale munten, die kun je alleen hier uitgeven. Hey, hallo, hoi. Kocht. Ik heb helemaal niks gekocht, vriend. Ik krijg wel lekker... Hey, man, een maan. Even die maan aan mij willen geven. Oh. Ik kan zo'n zieke hoed. Ik moet nog één zo'n stink purple coin hebben. Dan heb ik zo'n pakje. Wil ik dat pakje? Ik wil het pakje. Oké, ik heb even lekker lak aan al die andere dingen. We gaan even lekker hierheen. 4 koekeloeren, wat heb jij te vermelden? Onze mooie warme stad is bevroren toen dat rare koppel hier kwam. Wat hebben ze gedaan? Nou ja, dat weet ik niet. Nee, er zitten hier purple coins in. Dat vind ik echt wel heel erg kut eigenlijk. Yes, munten. Geef me die muntjes, man. Hey, je vogel. Nee! Shit, man. Ik wil die vogel. Hey. Nee, hier. Heb je ergens iets gezien waar we dit kunnen planten? Ja, gozer. Het slet ik hier voor mijn neus. Ik ben hier koude blind. Stinkpapegaai. Ja, wat moet jij nou weer eigenlijk? Naar welk geluid ben je op zoek? Ik weet het. Nou. Het is een hint. Op de scheef... Jongen, het gaat... Ja, jongen. Echt stik. Echt alsjeblieft in je stinkhuig, jongen. Stink. Klote, smingerot beest. Echt shit op, man. Hier zit trouwens volgens mij echt een maan. Hier zit één zeemelmaan. Joehoe, een maan. Uitzicht op het woestijnstadje. Ik wil even een paar leuke foto's maken. Dit gaat heel smooth. Ik weet niet of het bij jullie ook zo werkt, maar bij mij in ieder geval wel. Bij mij loopt het aardig smooth. Vind ik lekker, zeg. Hoppa. Oké, we kunnen nu alleen nog maar hierheen. Nee. Vloenk. Nou, op deze cactus zit toch sowieso wel iets. Ja. Yes. Munten! Wat was dat geluid ook erbij? Oké. Ja, ga anders even lekker door. Ja, je moet er... What the fuck? Nou, gebeurt gewoon helemaal niks. Hier zit sowieso wel iets, denk ik, toch? Helemaal niks. Nou, helemaal niks, oké. Ja, flikker op, man. Hey, punk. Nou, ik krijg er 1 muntje uit. Nou, leuk. Wat kan ik hier? Oh. Ik zie posters. Oh, bijna in één keer allemaal eraf. Ik heb ze niet allemaal. Slecht. Ze zijn nog steeds niet allemaal. Kijk nou, hier zijn nog meer. Oh, kijk nou eens even. Zijn hier nog meer hierboven? Nee, hier zijn niet meer nog boven. Hier wel nog. Er is hier nog meer, hè? Er is nog meer hier. Bowser, jongen, die heeft echt... Oh, hier is nog een... Die gast had ook weer wat te vertellen, maar ik heb geen idee wat. Oké, en wat is hier? Ja, echt helemaal niks dus. Oké. We kunnen nu wel een pakje kopen. Maar ik denk niet dat het heel verstandig is om dat deze kou te doen. Dus dan pak ik even die ander. Juist. Nee, anders mag ik gewoon even daar lekker niet op. Wat heb je eigenlijk te vermelden, vriend? Als je ooit de weg kwijtraakt, volg dan dat grote felle licht daar. Oké. Laten we eerst maar eventjes hierheen gaan. Want ik wil even zo'n sombrero. Nou, weet je, we gaan even kijken. Wat staat er? Hallo. Sombrero. Is het juist? Ja. Laten we die maar even lekker niet gaan kopen, die ander.
Ik wil gelijk vragen, joh. Wat denk jij dan? Gek? Hè? Dan hebben we nu een heel mooi pakje. Ik hoop we later nog wel het andere ding. Maar dan maakt niet uit. Yes. Hey, hallo. Wat is dit nou? Krijgen we nou? Hier? Ja, dit is eigenlijk ook helemaal niet leuk dat ik dit weet. Oh, ja. Lekker. Hoppa. En we zijn op een gevaarlijke ingang. Hey, hallo. Oké. Wat de fok? Juist, jullie zijn niet zo blij hè, dat ik hier ben. Dus kijk me ook echt heel, heel erg boos aan eigenlijk. Alleen voor werknemers. Oké, dan. Hallo. Mag ik even met jou praten? Waar? Kun je dat alsjeblieft niet doen? Klanten moeten door de voordeur. De voordeur! Zit erin. Oh ja, zeg gewoon precies hetzelfde. Jullie moeders. Dag. Hier zit ook helemaal niks, hè? Slecht. Heel slecht. Oké, dan. Laten we maar heel eventjes... Hey, ik... Nee, kom hier, vogel. Oké, dan niet. Moeten we hier nog iets? Nee, hè? Nee. Laten we maar even lekker doorgaan. Ik wil even kijken wat hier zit, want hier zit ook nog iets. Oké, ja, hier zit echt drie keer niks, zeg maar. Hoppa. Trouwens, dit was niet heel slim. Oké, wacht. Ik moet heel even terug. Als het goed is, moet je gewoon door het hele dorpje lopen hier. Oh, hier zit trouwens nog een deur. Hey, wacht. Is dit niet een casino? Ik dacht dat dit een casino was. Dit is zeker een casino. Ja, daar heb ik nu even geen zin in. Fuck you. Fuck you. En hoe gaan we lekker niet al mijn geld opgokken? Ik wil even dat andere pakje kopen. Hier is verder niemand meer, weet je wat nog moet zeggen, hè? Met min kun je de kaart bekijken. Ja, dat weet ik. Kijk, dat weet ik al. Oh. Als je een checkpoint vlag geactiveerd hebt, kun je op aandrukken en erheen warpen. Ja, dat hoef ik niet. Gozers. Want we moeten namelijk naar de toren. Dat aparte duo kwam hier voorbij gesneld. Op hun weg naar de ruïne. Ze zijn nog niet terug. Oké. Juist. Kijk die voetsporen van Bowser. Ja. De grote gozer. Nee. Ik moet er even overheen springen, jongens. Dat wil ik even lekker niet doen. Vloenk. Wat zit jullie achter me aan? Scheidbeesten? Nee? Oké. Mooi. Lekker voor jullie. Hoppa. Weg ben jij. Vloenk. Oké. Dat is jammer. Ja, daar gebeurt helemaal niks meer. Hoppa. En weg is hij, hoor. En weg is hij. Nou, dat andere ding hoef ik even lekker niet te worden, zeg maar. Vloenk. Oh, nog een keer. Hoppakee. Wat kan ik op deze? Ik glijd er ook wel heel erg lullig vanaf, hè, Mario. Moet het nou weer? Nou, noem even die gozer. Jongen, echt tief even een end op, man. Nee, nee. Nee, stop. Nee. Oh. Hij is helemaal weg. Ze zijn allemaal weg. Yes. Oké. Wat kan ik hier niet gewoon letterlijk gewoon overheen? Oh. Lekker. Wat nou als ik nu gewoon zo doe en dan... Ja, het zou denk ik in principe kunnen als je een goede speedrunner bent. Maar goed, dat hoeft op mij betreft ook niet. Hoppa. Ik heb al 20 van die purple coins. De soundtrack vind ik echt goed, hoor. Oh, Vloek. Nou, ga ik hier... Krijg ik hier damage van? Nee. Kom hier. Oh, oh. Vloek. Ik weet het ook nog. Gooi nou letterlijk een muntje naar beneden. Oh ja, hier zit er eentje en daar zit er ook nog eentje. Maar dan moet ik eerst even... Oké, ja, jij bent nu sowieso even kapot. Vind ik niet erg hoor, gozers. Moet maar even hier. Hoppa. Pieuw. Op de scheve pilaar. En nu? Oh kijk, daar heb je er weer een. Moet even terug. Hallo. Oh. Dat is even heel eng. Kijk, nou, een muntje. En een hartje. Hoe... Oh. Jij komt even heel erg dichtbij. Waarom kom jij zo dichtbij? Doe dat even lekker niet voortaan. Oh, ja, dat is ook lekker. We zijn echt goed in het missturen, hè? Oh, ja, je gaat kapot van zo'n klein ding. Oké. Nee, dat doe ik ook altijd. Oh, trouwens, moet even vloenk. Maar die kunnen echt niet sturen, hè? Nou goed, we moeten nog even de maan hier pakken. Joink. Hoppa, maan. Geef me die maan. Dankjewel. In de steen. In een stenen blok. Juist. Oké, ik hoop niet dat er nog even zo'n gozertje... Nee. Oh. Juist. Nee. Echt. Je bent echt... Kut. Je moeder. Hoppa. Vloek. Nou, dan doen we even hier even al die munt pakken. Dat is lekker, zeg. Kan ik hier niet omhoog springen? Hier zo? Nee, dat is echt gewoon... Oké, dat is wel... Ik wil het wel doen. Maar... Ja. Maar nee, waarschijnlijk kan het ook helemaal niet eens, hè. Net kon het. Ja, maar kom op. Laat me even... Nee, het kan niet. Oké, dat is jammer. Vloenk! Zandpilaren. Yes. Zo, ik ga dat ding ook even een oplader aan hier. Komt er maar omhoog, jongen.
Ik weet dat er ook nog een stand. Nee, echt, je bent echt. Nee, maar kom op nou, kom op. Echt, kom op, hé. Hey. Hallo. Dat is even lekker niet. Ah, we zakken. Snel springen. Juist. Oh, dat ging echt bijna fout. Oké. Oh, nee, wacht even. Je moet op deze manier doen. Floenk. Kijk, en dan doen we nu even een mooie draaiworp. Heerlijk. Dat is even lekker, zeg. Dat is even lekker. Wat is hier nog? Want hier zit ook nog wat, zag ik. Nee, hier zit echt helemaal niks, hè. Oh, hier zit die hendel. Moet die nu... Nee, dat kan als goed ook nog als ik naar boven ga. Dus dan maakt dat niet heel veel uit. Dit is wel even een vervelende. Laten we dat maar even lekker ook niet gaan doen. Ja, maar echt, kom op, man. Dit is wel een beetje skeer eigenlijk. Dag. Hoppa. Wacht ik heel even hier. Oh. Ja, maar kom op nou, jongens. Kom op, hé. Oh, nee. Oh, ja. Ja, kijk. Hoppa. En ik heb nu 5 leventjes. Ah, oké. Dat dacht ik al. Ja, ik kan dat natuurlijk helemaal niet. Ja, dat is op zich ook al over. Ja, dat kunnen ze wel. Nou, kom op met zo'n nieuw ding. Een 2D... 2D? Nee, dat 3D gezeik komt wel. Hoppa. In één keer 2 gepakt. Let's go. Oh, ja. Nee, dat is leuk. Dat is echt heel fijn, ja. Oh, nu krijgen we zo'n ding. Ik wil hem helemaal niet. Dit is ook erg leuk. Dat je dan even, zeg maar, hier die kutmaan even laat zien, joh. Erg leuk, zeg. Zie ik er even lekker in, jij. Geef even zo'n stinkding. En even daarheen gaan. Hoppakee. Pieuw, verborgen in een kist. Let's go. Ja, dit is volgens mij echt een standaard maan die echt iedereen pakt. We hebben er nu al echt 4. Ziek. Daar krijg je 1 muntje van. I know. Nee, maar nu moet ik terug dus, hè. Oh, nee, lamp. Nee, wacht. Hoppa. Eerst doen we even deze. Ja, dit schiet. Dit is echt bullshit eigenlijk. Hoppa. Trouwens, wacht eens even. Hier zit nog een... Zie ik nu ook weer even. Oh, hier zit een maan. Ik dacht dat die purple coins misschien zaten. Ja, wacht. Misschien als ik hier nog omhoog spring. Nee, oké. Dat heeft echt absoluut geen... Oké. Kijk, we doen gewoon even een getimede sprong, joh. Nou, we kunnen hier van nu wel even mooi... Waarom zit hier zo'n rare... Kan ik daar komen? Nou, ja, waarschijnlijk niet. Maar goed. Boeien. Nou, zo. Voordeel is nu wel, we kunnen er nu wel in één keer even doorheen speedrunnen. Zo. Geef me dat ding. Oké, dan niet. Ja, oké, dan nog wel. Gunnen we maar. Hoppa. Hoppakee. Kijk nou eens even, joh. Yes. Oké. Floek. Oh, trouwens, ik had al zo'n ding. Of niet? Ja, ik had hier al wel. Zit hier nog wat? Cactus. Ach, cactus. Oh ja, nu is de cactus kapot. Huilen voor de cactus. Oh. Kijk nou eens even. Hier kunnen we ook. Ja, wacht, zit hier nog iets? Nee. Oké. Nou, dan gaan we voor de purple coins. Nee, hier zit niks. Oké, echt. Nou, trouwens. Nee. Ja, ik heb dit. Nee. Oh, echt, hou op. Hou op met me. Ik vind het heel vervelend. Ik vind het echt niet leuk. Had ik niet daar ook nog boven een checkpoint? Nee, ja. Een gat is hier. Ik kan ook nog via hier gaan. Nou, hier is nog een heel gat. En daar moeten we ook niet heen. Hier zijn nog allemaal dingen. Echt, dit is zo'n groot, mega skuurrijk. Ja, hier is ook nog allemaal... Het is hier dan... Oh, secret coins... Oké. Oh, en zo'n zaadje. Ja, die kunnen we op zich wel even planten, denk ik, hè. Het alleen wel echt een... Dit gaat echt heel lang duren. Moet ik helemaal naar het stink doorbrengen nu dan. Dan moet ik wel weer... Oh, dan moet ik dat helemaal opnieuw gaan doen daar. Ja, daar heb ik ook eigenlijk echt even helemaal geen zin in. Nou, als ik nu gewoon even hier zo heen ga... Dan speedrun ik er eventjes door. Oh, ik zie hier nog een kuil. Dag, jongens. Dat gaan wij even lekker mooi niet doen. Nee. Ja, maar kom op. Hey, hallo. Geef mij dat ding maar. Ja, grappakee. Over het bordje heen. Ook mooi. Zo, als ik daar even op dat opnieuw... Ja, moet ik weer dit 2D stukje doen, joh. Dit is echt heel vervelend. Nou, zijn we er weer. Nou, dat is denk ik zeker weten echt 20 seconden of zo. Nou, hey. Ja, leuk. Rol ik er ook nog eens naast mijn dikke lijf. Nice, zeg. Het
Dit was echt verschrikkelijk. Juist, oké. Hoppa, dan kunnen we hier nog heen. Voor, oh, ik dacht dat dit in maan was. Wat een teleurstelling zeg. Oh. Even wachten op deze gozers. Nee, ja, maar echt, kom op man. Dit is echt heel gemeen. Wil verwachten. Oh nee, maar nu gaat dit echt heel erg. Ze komen van die kant. Ja, echt jullie. Dikke moeders ook, hè. Hoppa. Nee. Hier zit ook nog wat trouwens. Oh, een maan. Ja, maar nu heb ik niks meer aan het koningsetje. Die vind ik vervelend. Ik vind het echt heel vervelend. Dit is echt een grote noob move. Hier in deze toren ga je. Dit is echt niet makkelijk. Dit is echt niet moeilijk dit. Ik ben gewoon een ongelofelijke Mario noob. Terwijl ik het echt al zo lang speel. Let's go, we hebben eerst die eerste stink. Nee, niet eerst stink maan. Ik heb die tweede gekke maan. De hoogste toren. Dat was ook. Oh nee, trouwens, nee, laat maar. Nee, dat was op een scheve pilaar. Dat was ook echt in zo'n ding. Dat was ook echt niet moeilijk, zeg maar. Vloenk. Hup, hebben we in één keer die dingen. Oh, dit is ook verschrikkelijk. Maanstukjes in het zand. Oh. Hey, man. Doe je zonnebril af. Geen emotie tonen. Ja, ik kan oprecht alweer bijna die onderbroek Mario kopen. Hallo. Nee. Geef me nou even. Gun mij. Gun hem Mario, man. Dank u wel. Ik ben echt niet goed geworden in dit spel, zeg. Oh, zo. Echt. Als ik daar alweer was neergegaan. Dat was echt zo naar geweest ook, hè. Nou. Oh, zo. Als ik daar wel naar was gesprongen, was ik zo verdrietig. Was ik echt heel verdrietig. Hier zijn purple coins, dus die kon die kant hebben. En met die dingen. Met deze muntjes. Ja, ik kan niet gewoon lekker naar beneden springen. Kan mij het lekker schelen. Oké. Misschien was dat niet het meest handig om te doen. Oké. Oh, nee. Nee. Ze blijven elkaar steeds in het activeren. Dat was even helemaal vergeten. Oh. Zo vervelend. Pak die munten. Hij heeft deze niet. Oh, hij is gestopt. Mooi. Heb ik dan wat gemist of niet? Die laan zou toch ook geactiveerd moeten worden of niet? Of ben ik nou gek? Nou, het zal wel. Goed. Maanstukjes. Moon ice. Moeras van moon ice. Oh. Dat is grappig. Stukje energiemaan. Grappig man. De muziek verandert ook gewoon als je dat ding op hebt. Dat is wel leuk. Nou ja, dit is niet per se heel moeilijk hè, denk ik. Mag ik hem erin douwen? Nee, oké, dat ga ik maar even niet doen. Bowser heeft hier behoorlijk rondgestampt zo te zien. Ja. Ja, letterlijk elke knop is hetzelfde. Ik kan hier echt helemaal niks mee eigenlijk. Oké. Oh nee. Ik zie hier purple coins. Die voetstappen. Waar was hij naar op weg? Shit. Dit is heel vervelend. Oh nee. Oké. Ik blijf lopen. Oh. Nee. Oké, even kijken waar. Oké, we kunnen hier gewoon rechtdoor lopen nu. Zo. En daar liep ik er toch weer even bijna vanaf zeg. Oké. Goed. Mooi. Ja, het loopt hier niet af dan dus. Hoppa, let's go. Hier hebben we zeg. Ja, kom hier vriend. Kom even lekker hier jij. Hallo. Ah, staat er niet. Oh, daar zit ook nog een mini moon. I know. Ja, dit is echt niet makkelijk. Dit is echt niet moeilijk dit stuk hier. Ik kan er gewoon even lekker doorheen rennen. Nou ja, eigenlijk niet. Want ik was daar waarschijnlijk wel zo meteen. Oh, pas op. Pas op meneer. Hey. Dit is een hele gekke ding man. Heel ziek. En ik wil hier ook niet naar. Oké, goed. Dan gaat het toch weer bijna fout. Fout, lekker. Lekker, man. We hebben nog heel veel ruimte aan de zijkant. Hier is. Nee. Oh, we zijn nog ook nog helemaal niet. Oké. Waar zit dan die laatste? Die zit daar helemaal. Oh, dat is echt heel vervelend. Change. Wat is hier dan? Nou, helemaal niks. Oké. Zit hier zeker of niet? Dat ding. Wat is hier dan? Hier is toch ook een of andere gekke afgrond ofzo? Kun je gelukkig wel tegenaan rennen. Let's go. Oh, trouwens, hier kunnen we zeker weer precies hetzelfde doen. Hey, muntjes. Let's go. Nee. Zo, daar ren ik toch echt elke bijna van de map. Waar is die stinkmaan? Oh, die zit hier helemaal. Let's go. Nou, mooi. Dan hebben we hem echt. Dit heeft echt zo. Oh. Zo. Als ik even een seconde langer niet oplette. Nou, gewoon even lekker naar beneden gebonjourd.
Nou, het ziet er toch wel aardig warm uit hier, moet ik zeggen. Anders waarom ben ik nog deze guy? Stik er toch in eigenlijk. Maanstukjes in het zand. Nou, ze lagen wel boven het zand, maar wel door het zand heen. We kunnen hier letterlijk over trouwens bijna weg, dat is wel... oh, trouwens, oh, de piramide is open. Wow. Help, ik zie ook echt een enorme tekstballon. Paniek op de piramiden. Let's go. Hey man, hartje. Lekker. En dan zie ik daar een zandberg liggen. Dat is ook wel echt ja, leuk. Nou, ik denk niet dat je hier zomaar naar beneden wil pleuren. Ook die wind die maakt ook even leuk, hè. Moeten wij hier iets doen nu, of niet? Hey, kijk nou, mannen. Hey, mensen. Hallo. Wat gebeurt op onze piramide? Ze willen vast onze legendarische schatring stelen. Wat zou ik graag willen... weten of onze schat veilig is. Dan ga je naar binnen, joh, vriend. Kan ik je even veilig naar beneden? Ik kan hier zeker veilig naar beneden. Is het het waard? Ja, misschien. Ik weet niet wat dit is, maar... ik kom er op een of andere manier achter. Vloenk, deur opengooien. Oh, hier heb ik even... Oh, nee, maar dit is echt heel vervelend, hè. Oh, dit is echt kut. Dit is echt helemaal kloot. Oh, trouwens, wat doe ik nou eigenlijk dom dan? Dan kan ik gewoon zo doen en dan... Hoppa, naar binnen. Oké, ik zie hier in ieder geval... Purple coins. Oké, ik kan via hier springen en dan... Ja, dat moet in principe wel te doen. Het moest te doen zijn, maar dat was het niet. Ik ben hartstikke dood, jongens. Ik ben hartstikke dood. Dus even aan de kant wil gaan. Hoppa. Ik nou toch eens even lekker, zeg. Als het goed is. Moet ik dan zo doen? Hoppakee. En dan heb ik hem, zeg. Oké, goed. Dus vanaf hier moet ik dan daarheen jumpen. Dan moet ik naar weer terug. En dan kan ik daarna... Oké, ik kan hier... Juist hier... Hoppakee, en hij hem zeg. Bieuw, het onzichtbare doolhof. Hoppa, en dan nu. Oké, waar kan ik nog meer staan? Hier kan ik staan. En dan kan ik gewoon één zo'n heel stuk skippen. Hoppa. En hem even zeg. Dat ging oprecht best wel snel. Dat ging echt 2 minuten max. Nou, oh, wat is dit nou weer? Nee, er zit niet met die schapengozer. Drie van mijn schapen zijn weg. Ga jij ze zoeken, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, is goed. Ik moet ook nog dat schatding doen. Dat heb ik even helemaal geen zin in eigenlijk. Nou, hup. Waggelen met je dikke kont. Opschieten. Hup de hokken, jong. Ayo, de schaapherder. Let's go. Doe. Nou, leuk. Hier was als goed zo'n schaap. Ja, dat is het voordeel als je dit spel echt al 20.000 keer hebt uitgespeeld. Ik weet alleen niet waar het laat. Hallo. Vriend, wil je dat even lekker niet doen? Die neus van Mario. Het is toch echt niet te geloven. Jongens, echt, kom op nou. Hey, hallo, schapenjoch. Joch, ga even hierin. Erin met je dikke reet. Hatsa. Oh, je loopt er echt overheen met je stomme schoen. Ach, echt, hou op, man. Hou op. Laten we dat even lekker niet gaan doen. Ja, maar dit doe je toch echt zo zelf. Nu vanaf wacht, dan ga ik je echt... Dan ga ik echt nooit meer helpen met die schapen. Dat is echt vervelend, hè? Je moet echt weer apart zijn, hè? Nee, nee, ho, ho, ho. Dat gaan we even mooi niet doen. Dan moet ik alleen nog dat laatste stinkbeest vinden. Zeg, elke keer licht. Nou ja, ja, daar staat hij. Zie, daar heb je hem. Daar heb je hem toevallig. Daar heb je hem toevallig. Oh. Nee. Is dat een multimaan? Hoe krijgen we die te pakken? Nou, niet. Hey, dude. Even wachten, man. Vloenk! Vloen! Van de taxi gevallen. Ja, dat zal wel. Ik heb allemaal stekels in mijn neusje. Met zielige neus. Vloenk! Loop jij, dik beest. Als je tegen een kat aanloopt, is het echt je dikke eigen schuld. Hup, erin jij. Hehe. Wat daar, die schapen vervelend, zeg. Heel erg bedankt. Ja. Pieuw. Ik kan het nu ook gewoon even verpesten door gewoon in één keer een ground pound te gooien. En weg zijn al zijn schapen. Heel erg bedankt. Oh, vind ik dat grappig eigenlijk om te doen. Ik moet de klant ophalen, maar... Op deze manier sta ik hier nog wel eventjes. Brrr. Ja, ja, jammer. Volgens mij is hij inderdaad in een ander rijk. Is hij dan... Ja. Dan, ik weet niet wat. Ja, goed. Welkom in de Zonnesteekstad. Je bent hier... Vast al onze bezienswaardigheden. Vast voor ons al... Oké, okay, leuk. Zal ik je de handleiding vertellen? Nee, stik erin. Wat een opluchting. Oh, dan wil ik het wel weten. Nee, oh, zo de handleiding. Een handleiding te raadplegen? Ja, 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 boeit me echt helemaal geen reet. Wat moet jij? Hallo? Dat vreemde stelletje is binnen. Volgens mij hebben ze het gemunt op de legendarische schatring. Kan me geen reet schelen. Hoppa. En we zitten erin.
Trouwens, ze is nog helemaal niet bij die Sphinx geweest. Dat wil ik ook even doen, jongens. Dat wil ik ook heel eventjes doen. Sorry, sorry, sorry. Ik moet even, op, even terug. Eerst even die Sphinx doen, anders dan is mijn leven niet compleet. Hallo. Gegroet reiziger uit een vreemde. En meereizend hoofddeksel. Kun je mijn raadsel oplossen? Op welke oude schat in dit rijk zo droog valt het monster zijn boze oog? Een ring, juist. Let's go. Dat is juist. Erg lastig was het. Lastig. Je mag naar binnen, oké. Okay. Eerst wil ik jou nog heel eventjes verder aan pesten. Je wilt me niet vragen? Maar hij is... gaat door het zand. Altijd vlug. Ja, correct. Erg indrukwekkend. Indien je nog meer raadsels wilt horen, ben je bij mij aan het goede adres. Ik verheug me al op je antwoord. Taxichauffeur van verre kwam... wacht, wat? Van verre kwam. Vertel mij, wat legde zijn plannen lam? IJs. Sowieso, 3 juiste antwoorden. Goed gedaan, vreemdeling. Deze heb ik bewaard voor een speciale gelegenheid. Luister goed. Op de piramide aan de bovenkant heb je standbeelden op de rand. Hoeveel zijn dat er? Haha. Ik wist het, dat je nog eens eentje fout zou hebben. Je antwoord is fout. Dan waren het er 5. Weer goed. Maar wist je dat echt? Ik bedoel, het waren er 6. Maar eentje is weg. Heb je gegokt? Ja, ik wist het. Ja, hè, ik wist het. Het was gewoon een wilde gok. Volharend, goed. Hardend, ja. Is het tijd voor de laatste raadsel en niet gokken. Het zou me verbazen als je deze weet, maar vertel me eens hoe ik heet. Wat? Hoe? Ik bedoel, ik ben sprakeloos. Hier, pak aan en hoep op. Nee, ik kom naar binnen, vriend. Woestijnquiz. Een goed antwoord. Ja, ik heb geen vragen meer voor je. Ja, stil maar. Oh, saaf. Ja, en we hebben 1000 muntjes. En we zijn zo ontiegelijk rijk, zeg. Een mooie schat, joh. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En goed, we kunnen zo meteen, als we dat allemaal daar binnen hebben gedaan, kunnen we nog wel even... Juist, oké. Okay. Laten we even gaan teleporteren hierheen. Om vervolgens er anders heen te teleporteren en terug te gaan naar die stinkpyramide, want dat moeten we ook nog doen. Nou, hoppakee. Gaat hem even lekker naar binnen. Dan koop even die onderbroekpakje ding. Nou, die is toch wel heel erg zalig. Hey, hoi, hallo. Hey, geef me hier. Goede keuze. Het wordt hem juist. Wat voor je aankoop? Gaan we opbergen? We gaan hem even opbergen. En dan gaan we even een mooi... Even een heel mooi... gaan we even dit pakje even afmaken. We kunnen ook deze kopen, maar... Daar hebben we net niet helemaal genoeg voor, zeker. Goede aankoop. Nu dragen. Juist. Geef die maar eens even lekker aan mij. Poncho? Heet die nou Poncho? Hey, let's go. Nou, dan gaan we nu eventjes teleporteren naar hier. Dat je dit niet kan skippen is echt wel vervelend. Ja. Weet je, het is gewoon eventjes vervelend. Hup, hier die munten. Zo, daar heb ik mezelf toch even goed gesaved. Wat was nou die ingang? Hier toch? Nee, Hallo, waar is die ingang? Oh, hier is de ingang zeker. Of niet? Ja, hier is de ingang. Let's go. Oké, omgekeerde piramiden. Oh, even deze. Dat vuur. Gun mij dit vuur. Hallo? Uit dat vuur. Jij ook, uit. Is hier verder nog iets? Nee, ja, nee, oké. Oh ja, daar komt er al eentje. Hallo? Oké dan. Hoppa, dit, wacht, wat is het hier dan? Ah, alleen maar secret coins. Ja, dat interesseert me eigenlijk echt zo weinig. Hier zitten nog allemaal dingen. Oké, nou, dat waren eventjes... Zo. Oké, dat was er echt letterlijk nog maar eentje. Nou, jammer. Terug, zeg, terug. Ik ben benieuwd wat dit doet. Oké, hoe ga ik hier opkomen dan? Oh, hier op. Nee, oké. Ik moet even wachten op deze gozers. Dan rennen we even achter deze gozer aan. Ja. Oké, hier bukken. Nee. Jammer. Je zit helemaal niet slim om speedrun modus aan te zetten. Maar nee. Ik had hier eventjes goed voor... ik had hier echt gewoon mooi door kunnen gaan. Dat is echt... Terug. Oh, kijk nou. Juist. Spring ik er gewoon alsnog op, joh. Even op mijn dudes. Eigenlijk kunnen die er ook echt gewoon mooi in stikken, eigenlijk, hè. Oh, saaf. Het geheim van de omgekeerde muur. Ik kreeg even een Tia, jongens. Kan gebeuren, joh. Zo, ik wou toch bijna even... Ik vraag me af, ik wil eigenlijk kijken wat er gebeurt als ik in die buis ga, maar dat ga ik maar niet doen. Dan ga ik hoogstwaarschijnlijk, ga ik dan lekker neer. Oh mijn god, dudes. Juist, lekker. Ik hoef eigenlijk volgens mij dat heel dat gevecht niet eens aan te gaan, hè. Oh, jullie komen ook mee. Jullie vieze flinker. Kom maar. Oké, je gaat toch wel door. Kun je dit ook? Nou, matig.
Nou, leuk. Wat dan trouwens? Wauw, ben je echt zo scheef? Vroeg. King's hair, let's go. Oh. Ja, ik zit hier in ieder geval wel safe nu voor die stinkdingen. Of niet? Ik weet maar nooit. Oh, nee, ik weet precies hoe ik dit moet doen. Oké. Okay. Hoe heb ik dit dan weer gedaan? Ja, ik vind het echt bijzonder eigenlijk. Nee, nee, geef me niet met... Hey, goeie muntjes, nee. Juist, gun me dit. Gun me het allemaal gewoon even lekker, dankjewel. Leuk, goed, mooi. Nu zijn we op de dikke witte top. Gaan we eventjes dit hartje. Dankjewel, heb ik even nodig. Yes, let's go, oké. Okay. En dan gaan ze weer hoor. Ja. Op zoek naar de schatring, sukkels. De baas heeft hem al. En jullie zijn niet uitgenodigd voor de bruiloft. Goed, kom dan. Vecht het dan. Hij kan niks doen tegen mij. Gooi maar. Appa. En weg is ze. Plonk. Appa. En zo doe je dat eens even, dames en heertjes. AI wint nooit. Plonk. Nee, kom hier. Kom hier, stinkwijf. Kom hier, jij. Nee, hier. Plonk. Kijk, dit is even mooi zeg, dit is even lekker. Dit is even heel zalig. Hier, dit is zo makkelijk, dit is echt niet normaal zeg. Appa. En weg is ze. Dit duurt echt 2 minuten, misschien nog niet eens. Let's go. Trouwens, we moeten nog, ook nog langs het andere ding. Er is nog zo'n gozer met van die klappen eentjes. Gaan we lekker klappen. Gaan we lekker klappen jongens. Paniek op de piramide. Nou, zoveel paniek was er niet. Zij waren zelf echt helemaal in paniek, volgens mij. Ze komt even mentaal niet aan. En zomaar zo intimiderend gaan doen. Oh ja, nu komt dat. Nu komt het. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nu wordt het gevaarlijk. Had ik nu toch... Ik zie daar ook gewoon weer muntjes. Ik had die muntjes toch al gepakt. Het gat in de woestijn. Wow. Cool, jongens. Cool. Die broedel heeft ons helaas een beetje vertraagd. Maar we hebben wel wat, weer wat manen gevonden. De omgekeerde piramide zweeft in de lucht. Het is nog kouder dan eerst. Ik denk dat Bowser hierachter zit. Wat een vervelende gast, zeg. Gast, boeien. Oh, kijk, daar hebben we hem maar. Oh ja, leuk. Hallo, mag ik even met je meerijden misschien? Alles goed, ik ben zogenaamd Jaxiation. Liftel kost het je 30 minuutjes. Wat denk je ervan? Ja, doen we. Ben je een toerist? Dan moet je zeer... Zeker de omgekeerde piramide zien. De besturing is een eitje. Afremmen doe je met B en afstappen druk je op ZL. Zodra je op me zit, begin ik te rennen. Ik waarschuw je vast, ik ben als de bliksem. Joehoe. Kijk, we kunnen zij in ieder geval helemaal niks doen. Daar was ik eventjes op, nou, op zoek. Ik moet naar de omgekeerde piramide, hè? Hoe moet ik dan lopen? Ja, zo toch? Oh, kijk nou, dan kunnen we ook hier overheen. Nee, ik wil jou eventjes temmen, vriend. Temmar beest. Hoppa, die hebben we eventjes te pakken. Dag jongens, doei. We schieten echt alle kanten op ook. Oh. Erin met Jaxie en al. Wow. Oh nee, dit is echt een hel. Ondergrondse tempel. Nee, 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 nee. Volgens mij kon je het beste... Zo, ja, kijk, zie je. Dat kun je het beste doen. Oh, als ik daar geraakt was, dat is verdrietig. Even aan de kant, ja. Oh, krijg je hem. Oh, jammer. Dat is handig. Deze voetjes glijden niet weg. Nou, ik wel. Ja, maar ik zag hem niet, jongens. Kom op, nou. Kom op, jongens. Dat is niet eerlijk. Ik had deze guy nog nodig. Maar ik wil dit niet. Dit is bullshit, jongens. Ik word 3 keer geraakt op een manier dat ik zit van... Hoe kan ik geraakt worden, jongens? Dat is niet lief. Ik ren maar gewoon vast weg. Ik heb hier geen zin in, jongens. Ik vind dit heel vervelend. Muntje. Nou, leuk. Hier een muntje. Ver komen die dingen? Ja, daar heb ik nu dus eigenlijk even helemaal niks meer aan, hè. Even hierop. Yes. Wacht, die zijn nu weer Goomba's spant, toch? Ik denk heel veel wacht tot die... Ja, als die spant, moet ik hem even gelijk... Nou, ja, maar dat is bijna onmogelijk, want die... Let's go. Oké, ik hoop dat hij opnieuw gespant is. Hij is nog niet gespant. Ja, oké, eigenlijk kan mij het ook even lekker schelen, jongens. Boeien. De groeten. Ik ga vandoor, stik maar in, Steam Goomba. Ik wil deze nog wel even pakken, trouwens. Hier, als jullie nu allemaal neergaan, dan zijn jullie echt... Hoppa, eroverheen.
Yeah. Oh, ik hoef niet eens te springen, joh. Goomba-toren in de piramide. Nee. Oh, zo. Dat was even heel erg close. Let's go. Wat wil je nu doen dan, jongens? He? Helemaal niets. Als je daar tegenaan gaat, dan ben je echt dom. Dacht ik al. Nou, dat moet nou nog wel even te doen zijn, zeg maar. Niet van camera angle switchen. Oké. Okay. Maar dit wordt wel echt even hels. Oké, okay, goed. Dankjewel. Dit is ook eigenlijk echt absoluut alles behalve moeilijk. Ploenk. Ik weet niet wat je hiervan kreeg. Volgens mij, ik dacht ook een koningshartje. Je krijgt echt heel veel koningshartjes in het begin, maar... Ja, naarmate het spel voort krijg je er misschien maar eentje per rijk of zo. Niks. Oké, okay, leuk. Dankjewel. Goed, heel fijn dit zeg. Oh, nu moet dit natuurlijk nog... Oh, nee. Ja, wat kan ik hier nog meer mee doen? Helemaal niks, toch? Oh, ik zie daar al een dik hoofdje. Een heel dik hoofdje. Nou, oh, er komt weer zo'n ding. Oh. Oh, oh nee. Daar gaan we. Oh no. Waar is mijn ring? Nou, die heb ik niet. Oh. Pak die stinkvuist. Een mega bullet bill. Vloem tegen die dikke vette neus aan. Pak aan. Nou, en hoe? Oh, dan moet ik niet van de map af flikkeren. Oh nee, zo. En hoe dat was even... Oh, dat ging even bijna helemaal fout, zeg. Oké, okay, okay. Dit moet wel te doen zijn. Het maakt echt alleen maar moeilijker voor jezelf, hè. Ja, oké, okay, go, go, go. Boom, tegen zijn dikke vette neus. Perfect, dankjewel. Jo, Cappy, jij mag er ook wel wezen, hoor. Ja, natuurlijk weer zoals gewoonlijk. Hartstikke mis. Gaat hij nu niet klappen met zijn handjes? Ja, dan gaat hij dat doen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nu moet je gewoon dit doen. Oh, oké. Okay. We gaan even hier langs de rand lopen. Want hier is de minste kans dat er zo'n ding komt. Pak die hand! Zo. Zagen jullie eventjes die enge... Dit duurde ook maar een minuut. Ik heb dit echt gespeed in dit spel. Oh. Ik ben echt een ziek goede speedrunner, zeg. Mooi, you. Gewoon geen één keer damage ook eraf. We zijn helemaal blij, jongens. We zijn helemaal blij. Yahoo! Het gat in de woestijn. Het gat, jongens. Het gat. Jullie weten het nu. Juist. Let's go. Ja! Yeah. Let's go. Poeh. Wat een hitte nu. Maar goed. Dat was ook precies de bedoeling. Laten we het tempo erin houden. En achter Bowser aangaan. We hebben al genoeg manen om het volgende rijk te gaan. Als je me op de wereldbol gooit, kunnen we het zien. Oké. Okay. Maar eigenlijk moeten we dat even lekker niet doen. En we moeten eventjes lekker nu gaan saven. In de save cave. Dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze... Nee, we gaan aanzetten. Dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video en... Doei!